Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pakify. En vandaag hebben wij de Wireless Razer Deadadder, oftewel de Deadadder V2 Pro. En ik laat jullie even weten of het draadloos muisbediening het echt waard is. En dat soort dingen, dus stay tuned! Voordat ik even begin met deze video zou ik zeggen, abonneer op mijn kanaal als je natuurlijk dit soort content fantastisch vindt. En like natuurlijk de video als je het leuk vond en informatief en behulpzaam en alles wat gekke verraadjes. Dus laten we maar even naar de video gaan nu. Dus dit is de Deadadder V2 Pro. En ik was letterlijk gewoon aan het zoeken naar een draadloze muis al. Ik ga eens even kijken, heeft Razer een Deadadder wireless versie gemaakt? En ik kon nooit dat vinden en ik dacht van, nou oké, blijkbaar hebben ze het dus nog niet. Wel van de Viper en andere, van de Naga volgens mij ook. Alleen nog niet van de Deadadder. Dus ik had zoiets van, oké, weet je, het zal wel, dat komt voorlopig dan ook wel niet, denk ik. En toen uiteindelijk, de volgende dag, Deadadder V2 Pro. Deze makker dus. Was uitgekomen, letterlijk een dag na. Ze wisten dit gewoon, dat ik eraan dacht. En dachten ze meteen, oh shit jongens, we moeten dit echt snel maken. Want anders, Sander, oh. Nee, maar ze had het dus gemaakt en ik dacht van, ik moet dit uitproberen en jullie laten weten hoe dit is. En ik heb het zelf niet gekocht. Ik heb een review sample gekregen van Razer zelf. Dus dankjewel daarvoor. En ik kan jullie nu eindelijk vertellen hoe het is. De bouwkwaliteit van de muis is nog steeds fantastisch. Zoals je gewend bent eigenlijk wel van een Deadadder. Voor mij heeft het altijd de pasvorm en alles voor de hand. Dat was altijd hartstikke goed geweest. En de knoppen zijn lekker tactile. En voelen gewoon goed aan. De scrollwiel is ook lekker tactile. Dus je voelt elke keer wel als je zeg maar een stapje hebt gescrolld. Wat ook heel fijn is. En alles voelt gewoon goed aan. Je hebt 2 DPI knoppen op de bovenkant om je sensitivity aan te passen mocht je dat willen. Zelf gebruik ik het nooit eigenlijk. Alleen voor CSGO wil ik wel eens gewoon een beetje rondklooien en de sensitivity heel hoog gooien en dan een beetje rondspinnen. Is een dingetje. Maar ja, voor de rest gebruik ik het niet. Maar het is handig om natuurlijk om bij te hebben. En voor natuurlijk verschillende mensen die verschillende games, andere sensitivities willen gebruiken. Voor de rest, de side-knoppen zijn hartstikke goed. Ik heb wel eens een Zoe EC 2A gebruikt. En die zijknappen waren dus echt zo, die moest je helemaal binnendrukken en die wiggelen heel veel. En dit is gewoon stevig, het zit gewoon op zijn plaats en moeft ook niet en het voelt gewoon goed aan, heel stevig. Deze muis heeft hier ook, wat de andere muizen trouwens niet hadden, volledig rubberized zijkantje die helemaal doorloopt ook naar de andere kant toe. Voorheen had je alleen een klein stukje aan de zijkant van de Deadadder Elite bijvoorbeeld. En eigenlijk merk je ook niet dat het hele ding eigenlijk rubberized is, want je vingers zitten toch al hier. Dus merk je niet zo heel veel, maar het is wel op zich een mooie touch dat het gewoon nu egaal overal is. Wat ik op zich wel leuk en mooi vind uitzien. En verder krijg je ook nog een micro USB kabel erbij om deze muis op te laden. Helaas geen USB-C, wat ik liever had gezien. En sowieso voor producten tegenwoordig verwacht ik eigenlijk alleen maar USB-C en niet micro USB meer. Maar ze hebben gekozen voor micro USB, wat wel jammer is. Maar alsnog niet een heel big deal. Je krijgt een kabeltje erbij en dan kun je gewoon zo in je computer pluggen en opladen. Voor de rest kun je ook nog wel hier aan de onderkant een dock systeem gebruiken. Als je deze muis koopt in de bundel, dus je hebt ook een bundel trouwens, met een draadloze oplader of een docking systeem wat je zo op kan leggen. Die kost €175 totaal. Dus de muis en de dock erbij. Mocht je deze muis apart kopen en je wil later denken van, oh, ik wil een dock erbij halen, kost het je €50. En dan is het totaal €200 voor de dock en de muis zelf. Het is super handig, de dock. Alhoewel ik zelf wel zeg van, ik zelf zou ik het niet kopen en vind ik het niet waard. Ik laat altijd gewoon een micro USB kabel gewoon in de computer en plug ik de muis in, mocht die bijna leeg wezen, en dan vind ik het ook wel prima. Voor de rest heb je nog aan de onderkant heb je nog een profielknop waar je dus verschillende profielen kan instellen wat je maar wil. Dus laten we zeggen je hebt een profiel met chroma aan, dus alle belichting aan, en je hebt een modus dus bijvoorbeeld dat je het even niet nodig hebt en je wil het uit hebben staan, kun je bijvoorbeeld zo switchen dat tussendoor hoe je het ook maar hebt ingesteld. Dus ook trouwens met macro's, je kan macro's instellen en natuurlijk van profiel switchen. Op basis van welk profiel de goede macro's voor jou heeft. Dus dat is top, die optie is er. Voor de rest hebben we nog wat ik het leukste feature eigenlijk vind van deze muis is natuurlijk met draadloos gaan. Dus je hebt 2,4 gigahertz, dus dat is met een USB dongeltje wat je dus in jouw computer stopt. En dan kun je gewoon draadloos
Gewoon hartstikke goed gamen met low latencies. En het is daadwerkelijk gewoon super responsief. Ik dacht van, oké, wireless. Ik zal waarschijnlijk wel merken tussen mijn Dead Adder Elite en deze wireless Dead Adder. Dat er waarschijnlijk een beetje een vertraging tussen zit. Maar ik plugde het in. Ik dacht van, ik ga meteen CSGO opstarten. En ik ging bezig. En ik had zoiets van, dit kan net zo goed gewoon met Dead Adder Elite wezen. Zo snel is het. Ik merk helemaal geen verschil. En ik ben best wel kieskeurig met dit soort dingetjes. Altijd een beetje pietlullig. Van ja, ik merk toch een klein beetje vertraging in. Helemaal niet. Ik merkte helemaal niks. En het is gewoon hartstikke goed. En het is super. En I love it. Very nice. Voor de rest heb je ook nog een Bluetooth modus op zitten. Wat ik dus trouwens ook wel een mooie touch vind. Want natuurlijk, als jij een laptop hebt naar school en je game thuis, wil je niet elke keer gewoon weer de muis eruit pluggen en erin doen. Natuurlijk met deze wireless versie kun je gewoon overschakelen naar Bluetooth, neem je mee in je tas en kun je zo gewoon switchen tussen al jouw verschillende devices met maar één muis. Wat dus best wel kostbesparend kan wezen. En de Bluetooth zelf is ook heel responsief. Het reageert heel snel overal op. Natuurlijk niet zo goed als de 2.4 GHz dongle. Er zit nog wel een beetje een vertraging tussen. Dus voor gamen is het misschien niet heel perfect. Maar bijvoorbeeld gewoon als je productiviteitswerk doet, of je bent voor school bezig of iets anders, kan het hartstikke goed werken. En de batterijleven is ook nog hoger met Bluetooth. Dus dat heb je ook. En ook als jij Bluetooth inschakelt, zal je muis blauw gaan knipperen. Een probleempje wat ik trouwens had met mijn muis, met mijn review sample, is dat hij niet meteen in pairing mode ging. Dus hij zit nu heel langzaam te verveden, zeg maar, met de blauwe kleur. Alleen hij moet echt gewoon heel fel gaan knipperen. En het probleem had ik dus is dat ik dus niet met mijn Bluetooth kon verbinden. Toen heb ik even een mailtje gestuurd naar Razer van hoe zit het nou, waarom werkt het nou niet? En hebben ze mij gezegd, mocht je trouwens hetzelfde probleem hebben, hebben ze tegen mij gezegd, hou beide linkerknoppen ingedrukt tegelijkertijd met de DPI-knoppen. Dus zodra je dat gaat doen en je houdt het voor 3 seconden ingedrukt, dan zul je zien, oh, zie je? Dan knippert hij. Dus dan zul je zien dat hij opeens in pairing mode gaat en dan kun je naar je laptop toe of computer, kun je dus uiteindelijk verbinden met de muis. Dus wel even een dingetje om te weten, dus mocht jouw muis niet automatisch in pairing mode gaan, kun je op dat manier kun je dus het probleem fixen. Ze zeggen op een website 120 uur met Bluetooth en 70 uur met 2.4 GHz. Up to trouwens, dat moet ik wel even zeggen. Ze zeggen niet gegarandeerd dat je die uren bereikt, maar up to. Wat ik zelf gemerkt heb uit mijn eigen testervaring, is dat de muis op 2.4 GHz het ongeveer tot 56 uur meegaat. Dus niet de 70 uur up to wat ze zeggen. Maar waarschijnlijk hadden ze dus die 70 uur gemeten op low power mode, waar dus de sensor trager gaat werken, minder accuraat gaat werken en minder natuurlijk verstuurd naar de dongle toe, zodat het meer energie gaat besparen. Dat is waarschijnlijk op die manier gemeten. Ik heb 56 uur eruit kunnen halen met RGB uit trouwens, als je natuurlijk RGB aanzet. Volledig op maximale brightness zul je ook waarschijnlijk gaan ervaren dat het nog best wel je batterij gaat tanken. Oké, dan gaan we over naar de conclusie. Wat vind ik van de muis en vind ik een aanrader voor jou om te halen? En ik vind het een beetje een lastige. Ik zelf zeg van €150 vind ik wel te veel voor deze muis. Het is super fantastisch. De kwaliteit is super goed. Bouwkwaliteit is allemaal fantastisch. Het is super accuraat met de draadloze sensor. En alles is gewoon goed. Behalve één punt. En dat is de batterijleven. En 56 uur vind ik nog wel een beetje teleurstellend voor een muis van €150. Als ik een muis van €150 zou kopen, dan verwacht ik toch wel minstens, nou, laten we zeggen 150 uur mee te kunnen gaan met de muis. En niet elke week te hoeven opladen, wat ik dus nu wel dus moet. En zelf, als ik het zou zeggen, wat ik het waard vind, wat voor bedrag, zou ik zeggen €100 in plaats van €150. Maar ja, weet je, als jij echt die Dead Adder fantastisch vindt in je hand, koop het lekker voor €150. Maar ik zeg zelf tegen de mensen die zelf een nieuwe muis willen proberen, een draadloze muis, dat €100 een meer geschikte prijs hiervoor is. En dat is een beetje mijn eindoordeel en daar heb je het maar mee te doen. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Subscribe natuurlijk als je meer video's wil zien.
En natuurlijk een likeje op mijn video zou ik fantastisch vinden. Als je natuurlijk meer van dit soort content wil zien. En dan zie ik je dan weer terug in de volgende video. Bye.